En een derde bel. Ik zeg wel het enige exemplaar. Zullen we een stukje uit voorlezen? Komt. Hele boek. Onder de tijd stond de datum, 24 augustus. Hij liep naar het raam en schoof het gordijn open. Plukjes mist zweefde als spoken boven het helmgras. Vlug kleedde hij zich aan en sloop langs de slaapkamer van opa en oma. Beneden hing hij de toverkijker om zijn nek. Weet je nog wat een toverkijker is? Zo'n verrekijker, ja klopt ja. En pakte hij de waakstok die hij gisteren al bij de achterdeur had gelegd. Hij sloop naar buiten en deed zo zacht mogelijk de deur achter zich dicht. Pots! Hij voelde een harde tik op zijn enkel. Auw! Riep Melle. Meteen sloeg hij zijn hand voor zijn mond. Hij luisterde, maar binnen in huis liep iedereen gewoon door. Geïrriteerd keek hij omlaag. Een klein wezentje met puntige oren en een wollen jasje stond lachend op zijn schoen te zwaaien met een stok. De kleine krulman is bijna helemaal te laat, of niet zo vuil? Zei Bobba. Melle keek weer op zijn horloge. Het is 5:10, ik had nog 4 minuten hoor. Hij wilde het laten zien aan zijn waakvlam. Flits! Bobba was al weg. Ja, vond je het leuk? Maar ja, nu komt de allerbelangrijkste vraag. Jullie hebben vast vragen en ik kan namens de Gorgels alle vragen beantwoorden. Hoe kan ik zo verschillen? Ik denk dat ik ooit iets ingeslikt heb, waardoor ik het een beetje kan. Ik heb bijvoorbeeld buurman. Ken je buurman en buurman? Ja. Arjeto, arjeto, huppatee. Arjeto, buurman, arjeto. Wat is jouw lievelingsgorgel? Mijn lievelingsgorgel? Dat vind ik een hele goede vraag. Wat is mijn lievelingsgorgel? Ik vind Gug wel heel cool. Gug is zeg maar een beetje de bewaker van de grijze gorgel. En Gug, Bobba vindt Gug ook een beetje de koning. Rood is voeding voor sterke spierballen voor het stokvechten. Die kan jij wel gebruiken. Ja, kan ik wel. Oranje is goed voor je superogen. Jullie hebben de taak om dat mooie cadeau aan Jochem te geven. Ja, zoals je ziet, het is echt een heel groot cadeau, Jochem. Schrik daarvan, ja. Heel groot. En ja, dat willen wij jou geven. Nou, waar? Geef het maar. Oh, wauw. Oh, wauw. Dat is mooi. Echt weer kijken. Wat is dat? Wat is dat? Kun je zo? Op je jasje doen, zeg maar. Op je kruin. Echt een gorgel. Ja, want je bent hier in Schoonhoven. En Schoonhoven is de zilverstad, wist je dat?